Goedemorgen allemaal, welkom in weer een nieuwe vlog. Super mooie dag, het zonnetje schijnt. En ik ben al heel eventjes wakker, het is nu 11:30. Ik ben net uit de douche gekomen, heb mijn make-up gedaan. Haar moet ik nog feunen, maar voordat ik dat doe, ga ik heel eventjes wat eten. Ik heb hier toast met scrambled eggs, super lekker, ik ben echt dol op ei. Vandaag wordt wel een gezellige dag, ik ga straks om 11:45 met Larissa meeten in Utrecht. En dan gaan we onze nagels laten doen met nagellak van Sally Hansen. Toen komt daar een nail artist. En laatst kregen we ook al een pakketje binnen. Nou, dit zat er allemaal in, allemaal hele mooie kleurtjes nagellak. Ik weet zeker dat Larissa deze helemaal te gek vindt, ik vind hem ook heel cool. Dit is de kleur Buffalo Nickel 670 en is echt een beetje zilver met shimmers. Deze heeft ook glittertjes erin en die is roze. Ik ben zelf heel erg fan van deze twee kleuren. Dit is B-Girl en dit is Malibu Peach. Heel erg tof. Of Larissa vindt deze waarschijnlijk ook leuk. Dus ik gok dat Larissa in deze twee kleuren haar nagels laat lakken. En ik misschien in deze. Maar goed, dat gaan we allemaal zien. Dus ik heb er zin in. Het wordt wel gezellig. Een meidendagje eigenlijk, toch? Je nagels laten doen. Ik vind het wel leuk. Sylvester is het trouwens ook nog steeds. Hij ligt hier lekker te slapen. Voor de verandering. Normaal gesproken is hij best wel druk. En loopt hij continu achter je aan. Maar hij was al zo actief vanmorgen dat hij nu een beetje uitgeput is, denk ik. Dit is trouwens wat ik aan heb. Een lekker zacht topje van Brandy Melville en een mom jeans. En nog geen schoenen. Ik moet nog even gaan kiezen wat ik aantrek. En ik zal nog even opschieten, want ik wil niet te laat komen. Ik ben nu onderweg naar de Easy Paris op Vredenburg. En Larissa komt ook zo meteen aan. Ik denk over 2 of 3 minuutjes. Dus we komen echt precies op dezelfde tijd aan. Dat is wel goed getimed. En ja, ik heb er zin in. Hallo, ik ben eindelijk ook aangekomen. En we gaan zo meteen nail art op onze nagels laten doen. Ik heb speciaal mijn nagels laten groeien, want ik ben echt zo'n kort nagelmeisje. Maar dit is echt een record voor mij, dus we gaan hier hele mooie nail art op doen. Ik heb al een paar ideetjes en het heeft te maken met oogjes, denk ik. Of wimpertjes, ik vond het wel heel erg grappig. Okay. Bij zomer is het ergens ook, ik weet niet wat. Ik vind het heel leuk. Laat eens een voorbeeld zien. Dit is het account. Die van die meisje die zo meteen als ze nergens gaat doen. En ik vond dit wel echt heel erg schattig. Heel cool. En heel eigenlijk gewoon heel leuk. Dus misschien met verschillende kleurtjes ook, zoals hier. En hier staan dus alle kleurtjes. Ik vind deze mint bijvoorbeeld heel erg leuk. Dat was ook mijn favoriet. Ik had verwacht dat dit jouw favoriet was. Ja, die vind ik ook wel weer heel mooi. En dit nude, dat trekt me ook heel erg aan. Koraal is ook wel echt heel, heel mooi. Leuk. En ik zit zelf te denken aan iets zomers. Ik weet nog niet wat de mogelijkheden zijn, want mijn nagels zijn niet super lang. Maar misschien een flamingotje of anders een bloentje of zo. Ik heb hier ook hele mooie voorbeelden. Wat is nou die ene? Deze. Heel cool. Nou, we zijn alweer klaar met onze nagels. Ze zijn momenteel aan het drogen en we zijn ondertussen door de stad aan het lopen en ze zien er echt super gaaf uit. We doen eigenlijk niet meer zo heel vaak onze eigen nagels, dus best wel relaxed dat iemand anders het voor ons heeft gedaan. Wat ook heel erg leuk is, is dat aankomende weken op verschillende plekken in de Easy Paris ook een nail art laten zetten met Sally Hansen lakjes. We zullen even in de beschrijving neerzetten waar dat is, wanneer en dat soort dingen, zodat je zelf ook langs kunt gaan. Nou, dat was super gezellig. Als jullie nog een nail artje gaan laten zetten, laat ook even weten wat voor soort jij dan zou doen. Ben ik wel heel erg benieuwd naar wat voor kleur, wat voor soort nagellak, met glitters of zonder glitters. Laat het even weten in de comments en geef deze video een duimpje omhoog als je hem weer leuk vond. Nou, vergeet je niet te abonneren op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zien we jullie heel snel weer in de volgende video. Doei! Doei.